de vorige aflevering gingen we op Martinique op zoek naar diverse onderdelen en zeilden vervolgens naar Dominica. Daar klaarden we in en maakten we een boottocht op de Indian River. Vervolgens maakten we een dagtour langs diverse hoogtepunten van dit prachtige eiland. Uiteraard hebben we het onderweg over bananen. Dat is bijna onvermijdelijk doordat de markt wordt gedomineerd door monopolisten en dat raakt de kleine boeren wereldwijd. Chiquita, an American company named Chiquita. Yeah, they messed up everything for us. Yeah. You know there's a special law in the EU that says that bananas has to be this long and this has this curve, etc. Right. Yeah, it's called the Bendy Banana Law. Okay. And it bans pretty much all bananas from all over the world. Except for the Chiquita ones. Oh, the Chiquita ones. Yeah. Oh, that's what they did. That's what they did. We bezoeken Tia's Hotspa, waar diverse baden in een vallei zijn gemaakt die door warm bronwater op temperatuur worden gehouden. Enjoying your bath, Frank? Yeah, I thought so. Deze is niet zo enorm heet. Dit is 37 graden? Ja, misschien 38. Ja, die bovenste is heet. Zal ik wel even laten zien zo. Mag waarschijnlijk niet, maar doe het toch. Dat is een seconde bak. Ja, heel kort. Kijk, deze is nog even een tandje warmer. Kunnen we ook wel even ingaan. Maar hier kan je gewoon niet te lang in blijven. Het is... Oh, fuck. Oh, dat is echt heet. Kijk, daar komt het er gewoon bij. Het heet water. Als jij moet zitten, valt bij mij. Maar man. Kijk, hier hadden we ook heen kunnen gaan, maar hier is het iets drukker en wat toeristischer. Dus ja. Maar ook erg mooi. En boys? Enjoying? Mm-hmm. Heerlijk. Mm-hmm. Ja, heb ik het voor elkaar. Ja. Komt ook door het uitzicht, moet je kijken. Ja. En de temperatuur, perfect. Ja. De temperatuur is ook niet heel slecht, nee. Heerlijk. Zo, Frank en Patrick doen nog eventjes de bijboot op het voordek, maar we zijn al vertrokken. Uit Portsmouth, Prince Rupert Bay, Dominica. Dat is daar, is daar. We gaan niet weg, als wij weg gaan. Het is nog heel vroeg in de ochtend. Want er is toch geen wind, dus ja, dan moeten we op de motor varen. Kunnen we net zo goed vertrekken. Dan hoef ik niet te wachten. Kijk, en dit is dan het eerste wat we van Guadeloupe zien. En dit zijn wat eilandjes die er voor liggen.
schijnt ook prachtig te zijn. Maar omwille van de tijd gaan we even door. Nou, daar is het ankerplekje waar we naartoe gaan, voor recht voor. Ja, er is niks over te vertellen, denk ik. Het lijkt erop dat we er helemaal in kunnen zeilen, dus dat is wel grappig. Dus met de huidige motorgedoe is dat ook wel lekker, eigenlijk. Oh, hier naar links. Vanmiddag zijn we aangekomen bij Guadeloupe. En we zouden eigenlijk helemaal niet van boord gaan. En we zouden helemaal niet in klaren. Maar ja, het is hier heel simpel waarschijnlijk. Dus waarschijnlijk doen we het toch even inklaren. En dan zijn we hier ook legaal en hebben we op Antigua straks een goed verhaal. Dat we in ieder geval netjes zijn in- en uitgeklaard. Dus we zijn nu even op zoek naar zo'n computertje waar je de boel kan intoetsen. En dat kan niet moeilijk zijn. Tenminste, we waren net bij de douane, maar die stuurde ons weg. Dus die zegt van nee, niet bij de douane, ben je mal. Je moet ergens in een shop bij een computertje gaan zitten. En daar moeten we dan waarschijnlijk 5 euro betalen voor het inklaren. Dus, dit is, ik zal je even de ankerplaats laten zien, dat is wel grappig. Kijk, een van die masten is van Eva, daarachter. Dus, wel leuk, hè? En nu even samen met Frank en Patrick op zoek naar het computertje. We gaan hem vinden. Laat je zien. Nou, hier bij Pelikaan moet je je inchecken. Dus dan ga je gewoon naar een winkeltje of een shoppie. Nog een beetje vroeg, maar ik heb even verse broodjes gehaald. In het dorpje. Oh, daar zie je niks van natuurlijk. Maar het is toch lekker, denk ik. Dus nu gaan we even ontbijten en dan gaan we weg. Gaan we naar Antigua. We gaan weer. Het was weer een kort bezoekje. Maar wel leuk. Ja, Frank en Patrick zijn al druk met het anker. Moet altijd even schoonspoelen. Nou, dat doet het nu. Hoop ik. Ja, denk ik wel. En met een beetje geluk doet ons logwiel het weer. Want dat hebben we dus gisteren vervangen. Zie je daar instrumenten? Nou, hij doet het al. Hij loopt er sowieso. Dus dat is mooi. Kijk, dat is een beetje rottig. Ja, nu gaat het goed, maar speed of ground is dus 4,1 en speed through water, ja, dat is dan soms klopt het en soms is het maar de helft en soms is het nog minder. Dus onze actie van gisteren om het wieltje te vervangen, dat is nog niet helemaal succesvol geweest. Maar er is vast nog allerlei andere trucs die we uit kunnen halen.
situatie op de kaart. Hier komen we vandaan. Guadeloupe. Dit zijn we gaan varen en hier gaan we naartoe. Dat is Antigua. Hier gaan we nu. We zijn nu net Tethys aan het inhalen. Het heeft even geduurd. We gingen alsmaar alleen op de fok. En dan gaan we niet zo snel. Maar nu schiet het al op. Nou, we zijn net overstag gegaan. Om te kijken of ons logwieltje over stuurboord wel de juiste waardes aangeeft. En zie daar, hij geeft de juiste waardes aan. Dus dat is heel raar, maar we hebben dus ontdekt. Of ontdekt, we wisten het al een beetje. Dat over bakboord doet hij alles door twee. En over stuurboord is het gewoon oké. Dus ja, helaas. Antigua, Jolly Harbor. En Pat is nog even bezig met de snubberline. Oh. Even de motor erop. Oh, voltooid verleden tijd. Helemaal nog even op slot. Accu'tje erop. Nou. En dan komt het weer helemaal goed. Kijk, daar ligt onze bescheiden Evita. Je hebt altijd baas boven baas. We gaan inchecks even zoeken. De douane en immigratiedienst zijn gesloten, maar we kunnen gelukkig morgen vroeg terecht. Hallo. Hallo. Ja, we gaan hier. Ja. Ja, oké, dank u. Zo dan. Nou, ik heb nog nooit zoveel formuliertje ingevuld om een land in te komen. Maar ze worden nu allemaal gecontroleerd. Dus hoop maar dat ik het goed heb gedaan. En of ze met blauwe pinguïn paspoort weer accepteren. Altijd spannend. Nou, denk het wel hoor. Ik heb zojuist geprobeerd hem uit te checken hier op Antigua. Maar ik heb het verkeerde antwoord gegeven. Dat was niet handig. Ik ben bij de Port Authority geweest en dan krijg je weer een papiertje, ik weet niet eens wat erop staat. En dan mocht je vervolgens naar Customs en vroeg ze wanneer ga je weg? Ja, morgenochtend vroeg. Oké, nou dan kunnen we nog geen clearance geven. Dan is het dan te vroeg. Dus we mogen vanmiddag om een uurtje of drie terugkomen. Dus ik had gewoon moeten zeggen dat we om een uur of zeven of zes morgenochtend vertrekken. Dan was het helemaal goed gegaan. Maar nu dus niet. Dus vanmiddag mogen we weer terug. Jammer. Is dat onze koets, Pat? Een videoopname. Ja. Alle beschadigingen. Maar dit is een compact, geen midsize. Nee, we zijn natuurlijk niet zo groot. Nee, dat klopt wel, maar nu betalen we waarschijnlijk wel een midsize, maar krijgen we een compact. Zo werkt het, hè? Het is een andere persoon en hij vroeg aan mij van hoeveel personen zit je in de auto? Ja, drie. Oké, wat hebben we nou betaald dan? 50. Precies, 50, ja. Voor een mid-sized. Ja. Ach ja, we zijn niet meer in het vriendelijke Caribië. Oh ja, toch wel. Nou, we gaan Antigua eens eventjes verkennen. Met een Toyota fiets. Fiets. Een Toyota fiets. Dat is zo heet hij. Kijk, daar gaat de wind breken. Dat is ook toeval. Ja, kijk, mocht je afvragen wat ze hier met het afval doen. Nou, dat pleuren ze gewoon in de tuin. Ja, waarom ook niet?
krassen. Ja. Oh, meuk. En als je onderdelen zoekt voor auto, of nee, voor boten en motoren, dan ben je hier helemaal aan het goede adres. Kijk maar. Zelfs voor de grotere motoren. Deze meneer was niet zo enthousiast over ons bezoekje aan de buurt. De agressieve teksten die hij eruit gooide zijn niet echt geschikt voor jeugdige kijkers. We made some friends here. Ja. Yeah. Oké. Nou, je hebt het op camera toch? Ja, ja, ja. Okay. Zoals je ziet en hoort zijn de lokalen hier heel vriendelijk. Maar er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. We zien hier een soort plantage. Maar er staat een hek omheen, alsof het een gevangenis is. Dus ik denk dat de oogst hier gewoon geroofd wordt. Althans, ja, hier dus niet, misschien. Echt niet normaal. Nou ja, vind ik dan. Er wordt hier aan de weg gewerkt. Dat is dan het goede nieuws. Die meneer die had vanmorgen een beetje haast, denk ik, met aankleden. Trek. Ja. Ja. Is hier eens vrouwtjes. Zijn we er een van de betere buurten aangeland. Oh, wat. Ik heb een paar kijken zo van. Ja. Ja, dat gaan we niet doen, hè. We zijn de sponsors van de lokale voetbalclub. Het is niet het mooiste weer, maar het is hier wel heel mooi hoor. Acacia. Acacia? Acacia. Apart, hè? Mooie nieuwe Panasonic TV. En de Vettel is nog een zijn voorganger. Dus ik denk dat hij. Nou ja, er ligt nog een mooie breedbeeld ook. En een boiler of een expansievat of zo. Ik veel. Nou. Ja, ik had me nodig hebben. Not a trash. Hier nog een tv. Dus het trashje op de tv. Dus de tv-hoek. De tv-loos hoek. Nou, vandaag gaan we naar Sint Maarten varen. Dat is 80, 85 als we naar de Nederlandse kant gaan. Of 100 als we naar de Franse kant gaan. We willen eigenlijk aan de Franse kant terechtkomen. Maar ja, we moeten even kijken hoe het gaat. Het is een behoorlijke trip. Dus, ja. Maar de wind is goed, dus dat is prettig. Patrick is de anker aan het ophalen. Ik zal het laten zien, zo is leuk, toch? Het is hier maar 3 meter diep, dus het is, dat valt allemaal erg mee. Het is nog minder dan 3 meter zelfs. Drijft daar wat in het water. Dat gaan we nu even oppikken. Dat kan natuurlijk niet goed zijn. It's a bag. Hey.
less plastic in the ocean now. In de volgende aflevering zeilen we naar Sint Maarten, waar we laat in de avond aankomen. Op Sint Maarten klaren we netjes in en bereiden ons vervolgens voor op de komende zeiltocht naar de Azoren. Wil je op de hoogte blijven van de reizen van Eva? Schrijf je dan in op onze website www.sailingeva.com voor de nieuwsbrief. Volg de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!